Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. 2017 wordt een spannend politiek jaar. Het Oekraïne-referendum, de Brexit, de verkiezing van Donald Trump hebben laten zien dat de gevestigde orde onder druk staat en dat de politieke tegenstellingen scherper worden. En dat met verkiezingen in Nederland voor de deur. Commissaris van de Koning Leen Verbeek, bent u er eigenlijk gerust op wat er allemaal te gebeuren staat richting maart, richting de Kamerverkiezingen? Ja, gerust of ongerust is misschien niet helemaal de goede terminologie. Het is op zijn minst spannend. We zien dat de wereld toch erg in beweging is. Ja. Dat de bevolking ook erg in beweging is. Dat zien we in alle landen. Zeker ook binnen Europa. Opvattingen veranderen. Ja. We leven met z'n allen natuurlijk toch in een enorme welvaartsperiode. En hoe gaan we nou verstandig om met die welvaart? Daar zijn de meningen behoorlijk over verdeeld. Ja, het lijkt erop dat politieke bewegingen die zich afzetten tegen de bestuurlijke elite of tegen Europa of tegen globalisering en open grenzen tij mee hebben op dit moment. Had u dat ook voor ogen toen u in uw nieuwjaarstoespraak waarschuwde voor dat de angst voor de ander een directe bedreiging vormt voor onze democratie? Wat mij betreft niet zozeer in de situatie zoals die nu is in Nederland. Maar wel in de inschatting wat het zou kunnen worden. Ik werd in mijn nieuwjaarstoespraak zelf beïnvloed door mijn reis naar Turkije, waar ik geweest ben om te kijken wat daar gebeurt. En namens de Raad voor Europa doet het. Namens de Raad voor Europa. En wat je in Turkije ziet gebeuren, dat een land wat tot voor kort al haar energie en creativiteit stopte in haar eigen ontwikkeling en daar heel succesvol in was, ineens al die energie steekt in haat en discriminatie en zelfs moord en marteling. Ja, u zegt in uw ogen is daar een burgeroorlog gaande. Ja. U maakt dan een vrij snelle stap. Hij zegt, ja, dit soort fenomenen zie je ook in landen om ons heen. En dan gaat u eigenlijk naar Nederland en zegt u, ja, haat en discriminatie zien we hier ook. Maar kijk, wij zitten hier helemaal aan de voorkant. Ja. We zien vormen van polarisatie die ik van zichzelf in de huidige situatie niet negatief wil beoordelen. Met enkele scherpe kantjes hier en daar. Maar dit is allemaal nog netjes binnen de democratie en de normen en waarden zoals wij die hebben. Maar bent u wel bang voor een afglijden in de richting waar je wel zorgelijk over moet worden? Je moet er wel bewust mee omgaan. Je kunt ook afglijden. Als wij met elkaar discussies voeren of de rechters nog wel objectief zijn, of het staatsbestel nog wel functioneert, dan moet je oppassen wat je doet. Is het voor u ook lastig om daarover te praten? Want u maakt natuurlijk deel uit van die bestuurlijke elite die dan onder vuur ligt in dat verhaal. En je bent natuurlijk al vrij snel verdacht als je daar dan dingen over zegt. Dan kom je vooral voor je eigen hachje misschien op. Ja, ik vind zelf bestuurlijke elite in die zin een wat komische term. Omdat degene die de term gebruiken op het moment dat ze een verkiezing zouden winnen zelf die elite zijn. Dus dat is allemaal heel relatief. En als we naar de geschiedenis kijken, dan treedt er elke keer weer een nieuwe generatie aan. En het kan heel goed zijn dat er generatiewissels komen. Dat is van zichzelf niet abnormaal. Maar het is toch waar dat we op dit moment toch een soort opstand tegen de gevestigde orde meemaken. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Die heb ik in de 60-70 jaren heb ik die ook meegemaakt. U doet daar vrij relativerend over. Je moet het ook relativeren in de historische context. Ik heb er wel mijn zorgen over, maar we moeten ook niet overdrijven. Want ik zat bijvoorbeeld ook de nieuwjaarstoespraak te bekijken van de commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld. Zij zei, ja, bestuurders moeten toch iets doen om het vertrouwen terug te winnen. Dus kennelijk is daar iets van vertrouwen verloren gegaan. Deelt u die mening? Nee, dat zie je wel. Dus je ziet dat grote delen van de bevolking zich afzetten tegen het openbaar bestuur. Ja. Terwijl het eigenlijk heel goed gaat. De staatjes die gepubliceerd worden zijn echt niet gelogen. Dat klopt wel. Dus er is een merkwaardig fenomeen dat de stelling is, is eigenlijk nog nooit zo goed gegaan in Nederland. En toch is men ontevreden. En daar hebben we nog niet helemaal de vinger achter kunnen krijgen. Hoe verklaart u dat eigenlijk? Want er zijn dan twee werkelijkheden als het ware. Nee, als ik dat kon uitleggen, dan had ik hier misschien wel niet gezeten. Dan had ik elders gezeten. Is het ook niet zo dat er een deel van de bevolking gewoon niet profiteert van die groep situatie? Nee, die groep is er wel. Maar de groep die ontevreden is, is duidelijk groter dan alleen de groep die niet profiteert. Maar is dat dan ook aan de, ik gebruik het woord toch nog maar even, de bestuurlijke elite misschien te wijten dat die de bevolking onvoldoende weet aan te spreken? Nou ja, ik vind dat zelf te eenvoudig, want dan zou je zeggen, nou goed, prima, dan spreken we ze wat meer aan en dan is het opgelost. Maar dat is de werkelijkheid niet, het is veel ingewikkelder. Dus de manier waarop onze samenleving functioneert, de ruimte die mensen individueel claimen om zelf te mogen bepalen hoe het met hun gaat, die wringt wat met de rol van de overheid, omdat de overheid in algemene zin altijd de publieke belangen behartigt en niet zozeer de individuele belangen.
En dat wringt. Hè? Dus dat publieke belang ten aanzien van dat individuele belang. Maar er is ook wel een analyse, die hoor je wel van sommige politicologen of bestuurskundigen, dat je misschien toch iets moet doen aan de bestuurlijke inrichting van Nederland. Hè, in de zin dat er mondige bestuurders tegenwoordig of mondige burgers tegenwoordig zijn die misschien wel gewoon meer invloed willen op het bestuur. Ja, maar ik betwijfel de stelling of de burger nu mondiger zou zijn dan 10, 20 jaar geleden. Ik noemde eerder de Provo-beweging, de Dolomina's. Dat waren ook mensen in grote aantallen die mondig waren en zich lieten horen omdat ze iets wilden veranderen. Dat gebeurt nu ook. En of dat massaler is, dat durf ik te betwijfelen. Hè. En toch, hè, politieke partijen die natuurlijk nog de baantjes verdelen, zoals dat dan populair wordt gezegd. Dat is ook wel iets waar mensen kritisch van worden of wat ze niet begrijpen. Nou ja, sommigen roepen dat. Kijk, er moeten functies vervuld worden en politieke partijen hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen die functie ook daadwerkelijk vervullen. Ja, maar op het moment dat natuurlijk steeds minder mensen lid zijn van een politieke partij, zie je misschien ook het draagvlak daarvoor wegglijden. Nee, maar men overschat de rol van de leden van een partij. Ja. Het gaat om de aanhang van een partij, de mensen die erop stemmen. En het is al decennia lang zo dat de groep die op een partij stemt aanzienlijk groter is, vele malen groter dan het ledenbestand. Het ledenbestand, dat zijn de mensen die actief willen zijn in zo'n partij. Dat is een heel andere groep dan mensen die zich wel degelijk maatschappelijk verantwoordelijk voelen, maar niet de behoefte hebben om lid te zijn van een partij, want die worden vrijwilliger bij de kinderboerderij of weet ik wat ze gaan doen. Dus dat zijn verschillen. Goed, ik wil nog iets anders aansnijden als u het goed vindt. Uw collega in Utrecht hield ook een nieuwjaarsrede van Beek. Hij signaleerde dat de positie van de provincie alleen maar sterker wordt. Terwijl een paar jaar geleden toch nog sprake was van een reorganisatie eigenlijk van de provinciale indeling in Nederland. Is het zo dat die discussie over samenvoegen van de provincie, dat iedereen dat beu is inmiddels? Dat is wel het beeld wat ik heb als ik praat met Kamerleden, fractievoorzitters van de verschillende partijen in de Kamer. En dat doe ik regelmatig. Ja. Dan is inderdaad het beeld dat nou niet direct meer op de agenda staat. Want het levert toch niks op, hè? Het werkt niet. Dat is ook met reden. U kent mijn standpunten daarover. Flevoland wil echt zelf leiding geven aan haar opbouw en haar ontwikkeling. Dat neemt niet weg, daar sprak de commissaris-collega in Utrecht ook over, dat we wel moeten samenwerken. In mijn speech zat ook het verhaal, je moet over de dijken durven kijken. Dat is niet voor het eerst dat ik dat zeg, dat heb ik al vaker gezegd. Maar nu zegt u nog een keer extra, steeds meer projecten krijgen een grensoverschrijdend karakter. Ja. En zie je dan toch niet dat alsnog die provinciegrenzen gaan vervagen? Alleen dan van onderop, zou ik maar zeggen, een beetje organisch in plaats van dat het van bovenaf wordt opgelegd? Ja. Nee, we moeten een verschil maken tussen projecten en economie en de bestuurlijke grenzen. Waar je bestuurlijk verantwoordelijk voor voelt. En welke groep van de bevolking, zou ik maar zeggen, haar bestuur mag kiezen om leiding te geven aan haar eigen ontwikkeling. Dat zijn verschillende dingen. Maar neem nou bijvoorbeeld het vliegveld. Ja. Dat gaat straks draaien in 2019. En door het vliegveld komen wij in een groot internationaal netwerk terecht van de bestemmingen van die vliegtuigen. Mm-hmm. Dat wordt ons zomaar in de schoot geworpen. Mm-hmm. En dat is een reuze interessante vraag, bestuurlijk en economisch. Hoe ga je dat netwerk nou verzilveren? Wat doe je daarmee? Ja. Die vraag hebben wij met elkaar nog niet beantwoord, maar dat moeten we wel gaan doen. Ja, hebt u daar een antwoord op? Ik heb er wel opvattingen over. Heb ik in mijn speech ook iets van gezegd. Ik vind zelf dat we bijvoorbeeld na moeten denken. Wat betekent het voor de ontwikkeling en de opbouw van ons onderwijs? De vliegveldgerelateerde beroepen, die staan al op de agenda. Maar daar moeten we verder mee gaan. Het heeft te maken met ook volkshuisvestelijke vraagstukken. Wat voor type personeel komt er op zo'n vliegveld te werken? En hebben wij qua woningaanbod het goede aanbod voor die mensen? Of blijven die buiten de provincie wonen? Zegt u eigenlijk dat de consequenties van dat soort ontwikkelingen, het vliegveld is één, maar bijvoorbeeld ook het Nationaal Park, hè, brengt u in zo'n soortgelijk verband, dat veel grotere consequenties heeft dan we ons nu realiseren? Ja, dat denk ik. Al kans. Ik zou het eerder kansen willen noemen. En kansen moeten we benutten. Goed, de kansen voor 2017. We gaan daar het komende jaar meer over horen. Ik dank u wel, Leen Verbeek. Graag gedaan. Dit was Over Flevoland gesproken en graag weer tot volgend weekend.